GeoGuessr. Ja, sorry hoor. Ik ga gewoon weer een potje GeoGuessr doen. Ik zie hier een summary van het afgelopen jaar. En ik heb maar liefst 1 game gespeeld in een heel jaar. En mijn positie was 248.616 van de 253.771 mensen. In theorie kon het slechter. Ja, nee, ik heb natuurlijk gewoon bijna niet gespeeld. Het jaar is ook nog niet over, dus ik vind het een beetje gek. Gaan we wel even een lekker duelspotje doen. Een goed oud vertrouwde duelspotje. Wat is hier aan de hand? Waarom zie ik niet mijn... Vorige keer ging het minder slecht dan ik had verwacht eigenlijk. Dus we zijn in Amerika. Ik vind Amerika altijd best wel lastig, man. Ik heb het gevoel een beetje in Noordwest-Verenigde Staten, maar niet de... Ik ga hem Kentucky zetten. This might be Kentucky. Echt veel Amerikaanser dan dit krijg je het niet, hè? Oh, het is in Canada. Oké. Okay. Ja. Damn. Ja, hij heeft gewoon puur mazzel dat hij bij Vancouver toevallig zat. Wat een loser. Zo, wat is dit, joh? Het is Monaco. Dus gaan we heel snel zetten. De haven van Monaco. Koppen. Kijk, dit is het kasteel van Monaco. Hier zo. Oh, en hij wist het niet. Hij dacht, Croatia. Well, that's wrong. Zo, hey. We strike back. We strike back. Ga even serieus. Dit lijkt... Waar lijkt links? Dit lijkt... Twijfel altijd tussen dan Zuid-Afrika of Australië. Ik denk eerder dat dit Zuid-Afrika is. To be completely honest. Ja, Eswatini. Kut. Ik dacht misschien Lesotho. Hij dacht ook Lesotho, though. Dus en ik zit dichterbij. Verschil tussen Eswatini en Lesotho? Best wel lastig altijd. Blijkbaar kan je het zien aan de bergen. Ik zie het niet. Oké, dat zien we allemaal. Je moet het weer je niet in de war laten raken. Maar dat kan natuurlijk veranderen. Fresh Choice Supermarkt ziet er wel weer Amerikaans uit. Niet super Amerikaans, though. We missen een beetje de pick-up trucks en het is een beetje een trailer bungalow park. Giveaway. Wacht, we rijden links. Is dat Hawaii? Nee, toch op Hawaii heb je het niet. Zou dat Nieuw-Zeeland zijn? We doen Auckland. Yes, het was Nieuw-Zeeland. Woehoe! Yeah! Zo, hij zit ernaast, joh! Oh! Wat een loser. Caramba Disco Bar. Disco bar? Dit is een disco bar? Oké. Okay. Geel? Is dat een gele kenplaat? Ja, kenplaat. Ja, en nu denkt hij al 2 keer na voordat hij klikt, hè? Kijk, is iemand bij de kapper hier zo? Wat? Ik denk ergens Zuid-Amerika. Palmbomen veel, palmbomen. Is het misschien toch wel Azië? Nee, het is wel Zuid-Amerika. Staat hier iets op? Cartagena. Olive, ja, dit is zo echt... Heel goed Bolivia kunnen zijn. Het ziet er heel arm uit. Ik ga wel echt in de buurt van Bolivia zetten dan. Nee, kutzooi. Oh, het was wel toch Colombia. Ja, toch Cartagena. Damn. Hij dacht ook, hè? Ja. Het zag er heel arm uit. Ik dacht dat Colombia iets minder arm was. Bolivia is volgens mij een van de armste landen van Zuid-Amerika. Tsjechië! Dit is een Tsjechië! Weet hij het? Of niet? Hij weet het ook. Shit, daar zit iets dichterbij ook zo. Oké, nou. Still in the game. What is dit? Who are these people? Hallo? Zo, dit is mooier. Zo, dit is heel mooi. Waar is dit gast? Ik wil hierheen. Saipan. Managaha Marine Conservation. Oké, dit is een eiland. Een Amerikaans eiland. Het zou wel Bahama's kunnen zijn. Zie ik toevallig Managana Saipan. Zou ook nog Hawaii kunnen zijn. Sorry, nee, oké, we gaan voor de Bahama's. Noordelijke Marianen, what the hell. Nog nooit van gehoord ook zelfs. Hij wist het ook niet in ieder geval. Goed, zag er heel mooi uit. Autorizado. Caguas. Dit is Zuid-Amerika waarschijnlijk. Meestal als je een beetje een combinatie van Engels en Spaans ziet, is het sowieso in Zuid-Amerika. Dit ziet er ook totaal niet Spaans uit verder. Angelo. Zo, waar zijn we dan, joh?
Louisville. Gast. Volgens mij ben ik hier geweest. Los Prados. Dit is Puerto Rico. Dit is Puerto Rico. Ik denk een beetje net buiten de stad Puerto Rico. Ja, ja. Oké. Okay. 11.000 punten bro. Boom. We hebben weer een Geoguessr-potje gewonnen. Comeback victory. Zo, we zitten nog in de gold division, guys. We're still in the gold division met een wereldbolhoofd. Oké, we gaan meteen nog een potje doen. Zo, oké, hij is goed. Hij is goed. Are we recording? Yes, we are. God damn, bro. God damn. Oké, it's kind of chilly. Snowing. Het is Oost-Europa. Maar... Aravilliers zit niet Oost-Europa. Het is Frankrijk. Met heel veel banden. Het is Noord-Frankrijk of misschien zelfs Wallonië. Bervier, Aronville. Amderville, hier ergens. Oeh, shit. Ja, Bervier. Oeh, hij zat wel dichtbij. Oké, deze guy is best wel goed. Dit lijkt op Nederland. Dit lijkt 100% op Nederland. We gaan er meteen voor. Hier. Nederland is zo... Ook al kom je niet van Nederland, is Nederland zo makkelijk te herkennen. De gele kentekenplaten, de architectuur is heel erg te herkennen. Het is gewoon... Ja, naar Amstelveen, joh. Hallo. Oké, deze guy weet wel wat hij doet in ieder geval. Zo, wat is dit? Het rijdt hier. Ik denk een bus. We rijden rechts. Zoals in het noorden. Zijn we in Spanje? Peru. Ga gewoon Peru. Staat hier letterlijk Peru op de bus? Oh, we zitten echt naast elkaar, gast. Shit, er gaat telkens wat puntjes vanaf, maar niet veel hoor. We zitten echt heel dicht bij elkaar deze tijd. Zit er... Dit is moeilijk, hè, als het... Oh, shit, ja. Combinatie van... Ik weet niet wat voor... Zouden dit de Filipijnen zijn? Het zijn de Filipijnen of Taiwan. Maar het ligt vrijdag bij elkaar, dus ik ga voor Filipijnen. Mocht het Taiwan zijn, dan... Boven de Filipijnen, bij Manila. Mocht het Taiwan zijn, dan ben ik... Oké, en het is Hongkong, oké. Shit, ja. Het waren ook wel echt een beetje Chinese tekens in plaats van... Maar ik dacht niet dat ze daar Engels ook zetten. In ieder geval, wel punten. Niet te lang in blijven hangen, Stefan. Kom op, dit ziet er Italiaans uit. Mediterraans, to say the least. Dan heeft de auto door twee extra achterwielen. Ja, dit moet wel iets van... Ik ga hem daar zetten. Kroatië een beetje. Ai, caramba. Hoe dan? Shit, hoe zag ik niet dat dit Portugal was? Oh shit, ik hang nu echt... On the edge, gewoon. Dit ziet er UK-achtig uit. Nee, we rijden rechts. General Gottesdienst. Samstag, zondag. Dit is Duits. We zijn in de Alpen, what the fuck? Zwitsers gedeelte. Hier zullen we wellicht zijn in de buurt. Kut, ja, dat was wel Zwitsers gedeelte. Ik had verder naar links moeten gaan. Nee, dan ben ik klaar. Oh, net niet. Oh mijn god, I'm hanging on for dear life. Hey, hebben ze trouwens de herstelronde eruit gehaald? Wat is dit, joh? Oké, we rijden rechts. Dit is Zuid-Amerika. Ja, daar gaan we natuurlijk nu snel doen, want hij... Oh shit, ja, waar is Zuid-Amerika, gast? Ik weet dit niet. Ik ben slecht in Zuid-Amerika. En hij is er natuurlijk goed in. Ik had er nog ook... Colombia. Oh, was het... Dat was weer Puerto Rico! Hoe weet ik dit niet? Kut, ik ben bijna weer uit de Gold Division. Ik wil echt niet uit de Gold Division, dat ik heel jammer vind. Ook al verdien ik het misschien niet om hierin te zitten nu, maar volgende keer ga ik winnen, guys. Bedankt voor het kijken.